Woensdagmiddag brak er brand uit in het boetegebied van Heur. In een stal en een wei, die gebruikt werden als opslagruimte, vloog in brand. Brandweerkorps uit Heidse en Remun gingen de vlammen te lief. Om het vuur uit te krijgen was nog niet zo gemakkelijk. De hele stal sting vol met hout. En ook water was er natuurlijk niet in overvloed op deze plek. De brandweer moest een paar honderd meters lang uitrollen om zo de brandweerwagens van het nodige water te voorzien. De eigenaar van de stal kost wel nog op tijd een aanhanger uit de stal rijden. Deze wordt ook vol met hout. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar dat is natuurlijk niet spontaan ontstaan. Brandstichting kost dan ook niet weer uitgesloten. De politie zal nog een onderzoek instellen naar de oorzaak van de brand in Heur.